De Nationale Assemblee heeft met algemene 27 stemmen de wijziging van de Milieuraamwet aangenomen. Deze wet is gewijzigd met het oog op de duurzame ontwikkeling van Suriname, waarbij een beleids- en milieustrategie wordt uitgezet die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieubescherming, ten einde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaams volk. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin hoopt dat de milieuautoriteit goed werk zal verrichten. We zien dat milieuvraagstuk een belangrijke rol speelt en dat autoriteiten zoals die er waren en de effectiviteit van het optreden dat niet goed op gang kwam. Voorzitter, met deze wetswijziging zien we dat er meer armslag wordt gegeven aan de autoriteiten. Alleen wensen wij daarom aan te geven, en daar heeft de minister meegenomen, voorzitter, bij de uitvoering daarop te letten. Dat autoriteiten geen autoriteiten op zich worden. Wij zijn hier als parlement ten alle tijde dat wij kunnen optreden wanneer we dat zouden willen wijzigen. En daarom roep ik het parlement op om voor te stemmen voor deze wetswijziging. De NPS, BEP en NDP-fractie hebben zich onthouden van stemmen omdat zij het oneens waren over enkele zaken aangaande de Milieuraamwet. NDP-fractieleider Rabinder Parmisser zei dat deze wet heel belangrijk is. Echter was de fractie desondanks in een dilemma omdat ze op vele vraagstukken geen antwoord kregen. Verder, voorzitter, inhoudelijk het onafhankelijk karakter van het instituut. Daar plaatsen we nog steeds grote vraagtekens, dat is op zijn zachtst gezegd. Er zijn vele elementen daarin wat riekt naar corruptiefacilitering, voorzitter. En dat zijn zaken wat we meenemen, voorzitter, waarbij we als fractie zeggen, nee, we zijn niet zo ver. De Milieuraamwet is op 7 september 2022 ingediend bij de Nationale Assemblee voor behandeling.